Ja, natuurlijk, Vissie hier weer. En ik ben hier samen hier met Sean natuurlijk. Want we gaan de DLC spelen van de DLC 4, hè? De Reckoning Map Pack van Advanced Warfare. Yep. We gaan de eerste map spelen, in ieder geval. Dat is quarantaine, of quarantaine, maar quarantine. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar in ieder geval, Sean heeft al eventjes wat eerder gespeeld. Ik moest nog downloaden. Het heeft voor mij echt 5 uur lang geduurd voordat ik het gedownload heb. Heel leuk is dat, want het is nu, nou voor de mensen die nu kijken overdag, het is nu natuurlijk woensdag, maar ik neem het op dinsdag en het is nu 10 uur. Yes! Ja. Yes. En morgen, voor jullie vandaag, gaat om 5:30, 5:30 de wekker, want ik ben op Gamescom. Dus ja, lange avond nog, maakt niet uit. Ik heb ook codes gekregen in ieder geval van Advanced Warfare. Hé, hey, dat is leuk, hè Sean? Ja. Codes. En wat jullie moeten doen is natuurlijk even liken. En het is natuurlijk wel alleen voor de Xbox 360 en de Xbox One, de codes. Dus dat is misschien wel leuk om te weten natuurlijk. We gaan gewoon even lekker rondkijken. En Sean weet het dus al een klein beetje, maar... Ik kan het best wel voor mijn doen beast gameplay. Ja, 36 kills in TDM, hè, ja. Ja, en dan slaan we mijn Elgato vast. Ja, dat is gewoon helemaal kut dan. Netjes gezegd. Ja, inderdaad, dat is wel... pure shit, natuurlijk. Ja. Dat kan je wel zeggen, ja. Dus denk je eigenlijk een, voor de, ja, ik vind het tot nu toe een open map eigenlijk wel, hè? Dit is een open map. Ja, dus... Ik kom er straks nog wel leuke dingen voor, dus... Oké. Ze gaan vooral hier binnen zitten, hè? Ja, nou, ik zie daarboven een dakje, zag ik er één. Ik was gewoon een beetje aan het rondlopen hier. Maar... Ja, je weet het, ik upload niet zoveel Advanced Warfare, maar ik vind altijd de map packs van een Call of Duty vind ik altijd wel leuk om te uploaden. Het is het nadeel blijft gewoon anders. Dat je gewoon niks hoort eigenlijk achter je, zeg maar. Dat, ja. En ik weet absoluut niet hoe deze map werkt, dus ja. Ja. What the fuck, ben je snel dood? Even een ander wapen. Fuck, ja. Kom door jou dit. Dan ga ik helemaal kut. Jij gaat helemaal kut? Kom helemaal door jou. Echt, jongen. Geef mij maar gewoon lekker een... Ja, maar niemand de schuld geven. Dan geef ik jou gewoon je schuld. Simpel. My god, wat faal ik hier enorm. Nou. Welkom bij de club. Ik kan hier bovenop jumpen, zo te zien. Oké, hola. Nice. Even kijken hier. Ik zal natuurlijk wel weer. Jij hebt natuurlijk net gisteren vette noobs. Tenminste, feesten net vette noobs. En nu heb ik allemaal tryharderige kinderen natuurlijk. Dus dat is altijd zo natuurlijk, hè? Bij mij is het altijd zo. Nou, komt er geen reet tegen. What the fuck? Ja, daarboven zit hij zeker op. Ja, dat dacht ik al. Ik moet even wennen. Huh? Ik wil niet zo vaak als van Warfare, hè? Dus dan, Ja, dat scheelt. Nou ja, het scheelt niet, maar... Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Dat je het scheelt dat je het niet veel speelt, maar niet eens. Ja. Een double kill even hier. Want ja, we kunnen natuurlijk wel wat. Ik word helemaal gek van die fucking snipers. Waarom zit er nou weer een of andere sniper gasten? Ah joh, dat is er net ook. Een beetje scheidsziek van. Ze zijn allemaal jumpen en dan gaan ze snipen. Jumpen en snipen, dat staat er maar zo... We gaan lekker jumpen, we gaan lekker snipen. Dus, maar wel... Grote map eigenlijk. Ik vind het wel een grote map, denk ik. Ja, hij is redelijk. Ik vind hem... Ja... Oh, ja. Oh, dat is niet eens dat je daar kan vinden. Weer een plekje geleerd, ja. Waar je me stond is. Nou, kom ik hem niet. Ik kill hem daar. Ik ga snel mee bezig met snipen, jongen. Snipey. Je merkt gewoon dat ze gewoon kijken. Ze zitten gewoon te campen ook, hè? Je merkt het van alle kanten. Even kijken, je moet in ieder geval even de video liken natuurlijk. Comment plaatsen als je hem wil hebben. Dat is ook wel zo makkelijk. Comment, want dan weet ik namelijk wie het is. En ik maak de uitslag bekend. Eigenlijk in de vierde DLC-verdie. Oh nee, dat kan natuurlijk niet. Dat neem alles met elkaar op. Dus ik kan niet
Ik ben net zeggen, het zou heel knap zijn als je nu al weet wie hem gaat winnen. Ja, wie dan gaat winnen. Hoe kan ik het doen? Ik ga het gewoon via Twitter doen. Als ik terug ben van Gamescom en na de video uploaden voor... hoe heet ik weer voor... Ja, voor de... Ja, ik moet even... Oh my god. Ja, ik moet eventjes een dogfight doen. Hij is al dood, zo te zien. En hij is dood. In ieder geval na de... als ik terugkom van Gamescom, jongens. En ik... heb mijn hoofd kaal geschoren. Ik ben s'avonds thuis. Dan zal ik hem... Ja, fysicaal. Dat zal even winnen worden. Ja, maar dat is wel een beetje jouw stijl, toch? Ja. Oh, kut. Oh-oh. Fuck jou. Ik heb een care package, maar... Doei! Ah, Recon drone. Fuck de Recon drone. Ja, toch? Wat voor wapen loopt die weer rond, joh? Ja, ga lekker. Ja, zie je nou gaan ze zitten campen. Ik had... Wat?! Ah, joh. Dat gesnijp ook! Dat schijt ziek van. Het lijkt wel of ze ook een. Als hun door de snipers heen kijken. Ik weet niet of mensen dat in de gaten hebben. Dat hun een seconde delay hebben of zo met snipen. Dat ze een seconde meer tijd hebben. Ja, dat gevoel had ik laatste keer ook, ja. Zo, shishje erbij. Alles telt mee. Wow. Ja, dat kan niet, Chris. Dat kan niet, Chris. Dat kan helemaal niet. Drie man op Advanced Warfare. Nee, je moet gewoon... Je moet gewoon... één voor één doen. Op een of andere manier. Hey, share care package. Lekker, jongen. Pak jij lekker die Recon drone. Jezus, jongens. Godsamme, zeg. Doei, doen we dat. Hey, jongen. Zo, bitches. Ja, dat is laggy. Laggy dead. Ik vind het altijd zo, als je gestompt wordt, dat het zo laggy eruit ziet op een of andere manier. Ja, klopt. Dat ziet er heel stom en vaag en shitty uit. Ja, inderdaad. Pure shizzle. Pure eet. Ja, doe je het met zo... Ah, er zit daar nog een huisje. Daar kun je ook nog doorheen, jongens. Ja, en daar bovenop kun je ook nog. Ja, ja. Mazzel. En de wedstrijd is afgelopen. Ja, helemaal kut. Helemaal kut bij jou? Ja. Nou, het valt wel mee toch? 18-13. Het is nog geen zo heel slecht. Vind ik zelf. Oké, okay, ja, nou. Wat dan? 12-16. Maar. Wat vind je van deze map trouwens? Ik vind hem wel leuk. Ik vind het een van de leuke tot nu toe zelf. Oké, okay, nou hij vindt het een van de leukere. Ik weet nog niet, ik ken de andere mappen niet. Ik vind het tot nu toe wel redelijk. Maar ja, voor Advanced Warfare zeg maar. In ieder geval, vergeet niet een blauw duimpje te geven. En over een paar uurtjes komt weer een volgende. Dus bye bye. Bye.